Een ordinaire ruzie tussen Europa en Amerika. Oog om oog, tand om tand. Trump kondigt importheffingen aan. Europa slaat minstens zo hard weer terug. Maar mag dat zomaar, dit soort tegenmaatregelen nemen? Als het om handel gaat, staat alles vastgelegd in de regels van handelsorganisatie WTO. Extra importheffingen mogen van de WTO alleen in uitzonderlijke gevallen. Een importheffing mag je bijvoorbeeld alleen invoeren om je eigen markt te beschermen. Bij oneerlijke handelspraktijken. En dan kan het bijvoorbeeld gaan om prijsdumping, waarbij producten onder de kostprijs worden aangeboden. En als de nationale veiligheid in het geding is, mag je ook heffingen opleggen. Dat eerste, die eigen industrie beschermen, dat probeerde president Bush in 2002 ook al. Ook toen was er een ruzie met Europa over importheffingen. Veel gedoe, maar Amerika verloor uiteindelijk. Dat wil Trump nu koste wat het kost voorkomen. Hij gooit het nu dus niet op die bescherming van de eigen markt, maar op die andere reden: de nationale veiligheid. Al dat buitenlandse staal zou de Amerikaanse veiligheid namelijk in het geding brengen. Hoe, dat zegt hij niet, maar door het argument te gebruiken houdt Trump zich wel aan de regels van de WTO. En er is een bijkomend voordeel. Als het om de nationale veiligheid gaat, zijn tegenmaatregelen namelijk niet toegestaan. Europa mag dan dus geen sancties treffen. Het enige dat Europa dan mag doen is naar een speciale rechtbank van de WTO stappen. Maar dat proces kan heel lang duren en daar zit Europa niet op te wachten. Brussel vindt de redenering van Trump dan ook onzin. Volgens EU-commissaris Malmström is de situatie precies hetzelfde als 16 jaar geleden. Het gaat hier om bescherming van de Amerikaanse markt en helemaal niet om die nationale veiligheid. En als het daarom gaat, als die interne markt het argument is, dan mag Europa wel tegenmaatregelen nemen. Europa heeft nu vier pagina's vol met producten neergelegd. En daarop staan producten waarop straks een heffing van 25% moet gaan gelden. Het gaat om producten uit de landbouw bijvoorbeeld. Er komt een heffing op rijst en op cranberries, maar ook op pindakaas, sinaasappelsap en kidneybonen. De totale waarde van die producten in de lijst. 951 miljoen euro. En Europa richt zich ook op de industrie. Er komt een heffing op allerlei soorten buizen en pijpen. Maar ook op afgewerkte producten, zoals een gootsteen of ladders, eigenlijk alles waarin ijzer en staal verwerkt is. Totale waarde daarvan 854 miljoen euro. En dan staan er ook nog heel andere dingen op die lijst, zoals bijvoorbeeld lippenstift of beddengoed. Het zijn niet zomaar maar producten die Europa kiest, maar ze komen allemaal uit Republikeinse straten. De Republikeinse kiezer gaat dus de gevolgen voelen. Hoe lang deze ruzie nou uiteindelijk nog duurt, nou, uiteindelijk moet blijken wie het meeste doorzettingsvermogen heeft. President Trump is in ieder geval bereid om nog even door te gaan met ruzieën, want zegt hij, hij gaat die handelsoorlog sowieso winnen.